Dag lieve Rosso's Travel Channel kijkers. Dit was even weer wat zwaarder dan normaal. Het is nu ongeveer 8:30, 30 graden. Ik vind het wel prima. Ik zweet me weer helemaal de tering. Wij gaan naar Genève. Zie je daar. Nou, de airco van mijn beestje is alweer aan het loeien. Goed teken. Hebben wij het de komende 6 uur richting Genève lekker koud. Jongens, zien jullie in Genève. Yo! Nou, ik moet zeggen, ik begin me nu toch echt wel een wereldreiziger te voelen. Ik zit nu boven in de bergen in Italië, onderweg naar Zwitserland via Frankrijk. Ja, heerlijk. Wat ziet het er hier geniaal mooi uit ook. Kijk maar even mee, jongens. We kwamen hier natuurlijk voor een lekker broodje, want we moeten even wat eten. En ja, dit is gewoon de lokale benzinepomp met zo'n uitzicht. Zulke benzinepompjes hebben we in Nederland niet, hè? Nou, heerlijk jongens. Wij gaan even een broodje fixen. Daarna stappen wij de auto weer in. En dan gaan wij weer verder. En dan hoop ik zo snel mogelijk in Genève te zijn bij het meer van Genève, Lac Le Mans. Heerlijk. En een drankje. Ja, we zitten hier weer helemaal tussen de bergen in Italië. Het ziet er hier prachtig, prachtig mooi uit weer. Ja, nou ja, dat is de hele vakantie al zo. Het waait hier alleen wel wat harder. Ik heb even een lekker bakje met rijst. Oosterse taboulé met een vleugje munt. Het staat er gewoon in het Nederlands op. Ik heb het in een Franse winkel gekocht. Grappig. Maar het smaakt prima. Lekker citroenbiertje erbij. Een windje erbij. Ik wil weer terug naar Frankrijk. Oh nee, we gaan nu naar Zwitserland. Ach, ik zal bijna vergeten. Genève ligt helemaal niet in Frankrijk. Zwitserland, jongens. Over the mountain into the sea. De muggenbulten worden ook steeds erger. Ik heb de voeten eronder, het gezicht eronder, buik, rug, benen, armen, alles zit eronder. Ik heb een goed plan. Ik trek mijn schoenen aan en ik krap me helemaal suf op mijn voeten. En dan gaan we dan weer lekker verder rijden. Moet ik wel eerst sokken zien te vinden. Gevonden. Hoppakee, kijk er ook niet meer aan krabben. Het ziet er toch mooi uit.
Maar wij gaan weer verder door naar Frankrijk en dan naar Zwitserland. Hoppakee. Ga maar mee. Over land, over zee, door de bergjes. Ga maar mee, ga maar mee. Ga maar mee. Dit was mij wel even een zeer prijzig ritje door de tunnel van de Mont Blanc heen. Want die grote berg die je hierachter ziet, daar hebben ze dus een 11 kilometer lange tunnel dwars doorheen gemaakt. En daar mag je dan even 62,5 euro voor neertellen. Ja, en daarna is de benzine ook nog op. Dus tellen we hier ook nog even weer 60 euro bij op. Ik heb net al even getankt voor 50 euro. Ik moet zeggen dat het reisje van Monaco naar Genève toch best wel redelijk prijzig is. Maar we krijgen er wat moois voor terug. Wat ziet dit er tof uit. Echt gaaf. Nou, we zijn aangekomen bij Camping de la Bise. Ik zag het meer al, dus dat belooft heel wat. Ik ga me nu eerst eens even inchecken. Jongens, proost op Lac Le Mans. Nou, ik loop even over de camping heen. En weet je wat het allermooiste is? Wat zit er precies aan deze camping vast? Kijken we eens even naar het uitzicht. Lac Le Mans. Kijk, hier word ik nou helemaal gelukkig van. Ik ga gewoon even weer heerlijk 2 dagen super relaxed doen. Weinig cultuur. En we zien wel even waar het schip strandt. En waar deze aflevering strandt. Ach, dit is ook prachtig jongens om nog even die zonsondergang op Lac Le Mans te zien. Nou, we zijn aangekomen in de stad Genève. We gaan hier even lekker rondkijken. Maar zoals onze traditie betaamt, gaan we natuurlijk eerst even een terrasje opzoeken. En daarna gaan we wel even een paar mooie dingen zien. Terrasje gevonden. We gaan nu even wachten op de bediening en dan gaan we eens even kijken hoe lekker en hoe duur de pilsjes hier in Zwitserland zijn. Hallo. Can I please have one beer? One beer, blonde. Blonde beer. Big beer or? Do a big. Bigger. A big beer. The big beer.
als we het doen, moeten we het goed doen. Vriendelijk personeel bij Brasserie du Molard. Dus daar kan het niet aan liggen. Alleen nog de prijs van het grote biertje hier in Zwitserland. Daar ben ik echt benieuwd naar. Thank you very much. Voilà. Nou jongens. 9 euro. Het is 8,90 CHF. Dat is ongeveer 9 euro. Iets meer. Voor een halve liter blond bier. Er staat niks op. Ik weet niet wat het is. Maar we gaan het even testen. Nou. Smaakt prima. Lekker pilsje. Jongens. Proost. We gaan zometeen even bij de fontein van Genève kijken. Dit is een fontein die gaat 140 meter de lucht in. Ik ben best benieuwd hoe dat eruit ziet. Nog een leuk weetje over Genève. Dit is de ene grootste stad van Zwitserland. Dit is op Zürich na. Er wonen hier 200.000 inwoners ongeveer. En ja, dan weten we dat ook weer. Ik moet zeggen, vanaf afstand ziet deze fontein er al behoorlijk indrukwekkend uit. 140 meter hoog, hij pompt 500 liter water per seconde erdoor. Best knap. Toen ze deze fontein gemaakt hadden, toen werd dat bedoeld om de hydraulische druk van een installatie onder controle te krijgen. Knap hoor. Ik moet zeggen, dit koelt wel lekker af. Heerlijk! Drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me. Trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, offend the man on the jukebox. And then we start a dance and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may
baby crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much, grab on my waist and... We zijn nu bij het Natuurhistorisch Museum in Genève. Dit is het allergrootste museum van heel Zwitserland, dus we moeten natuurlijk even een kijkje nemen. Nou, ik moet zeggen, dit is best even een leuk kijkje in de dierenwereld. Ja, als je in Genève bent, het is gratis intree, dit hele museum. Het is hartstikke leuk om te zien. We zijn nu onderweg naar L'Église Russe. Dit is een Russische orthodoxe kerk in Genève. En dat moet er hartstikke leuk uitzien. Ik ben heel benieuwd. Nou, zie hier achter mij. Hier heb je hem. Niet alles kan indrukwekkend zijn. Een klein Russisch kerkje in Genève. En door. Bonjour. Is that a liquor account? Do you have one small beer for me? Yes, I do have beer. Heineken? One small Heineken, yeah. Okay. Yeah. Jongens, proost op Genève. Ik ga nu nog even het Paleis van de Verenigde Naties bekijken. En daarna heb ik van Genève stad wel even weer genoeg gezien. En ga ik even heerlijk aan het meer liggen en in het meer springen. Daar hebben wij ook wel veel zin in. Lekker. Dit is hem dan, het Paleis van de Verenigde Naties. Dit is waar alle dikke nekken bij elkaar komen om ons de regeltjes voor te leggen in Europa. Het is wel weer gigantisch groot, het ziet er groots uit. We komen niet binnen, het hek is dicht. Maar ik zie wel wat verkoeling aan de andere kant. Ik denk dat wij daar eens eventjes een beetje nat gaan worden. Ah. Ah. Heerlijk. Ah, verkoeling. Ah. Oh. Ja jongens, tijd voor het meer. Zo, we zijn weer op de camping. Even onderweg naar het lekkere meer. Een biertje in de hand. Handdoekje mee. En we gaan maar eens even lekker zwemmen. Ik heb er gigantisch veel zin in. I've been trying to call. I've been on my own for long enough.
Wat ik jullie trouwens nog niet verteld heb, de volgende keer zitten we in Nancy. Maar ik ga dan niet op een camping zitten. Ik ga lekker in een hotelletje, precies in het midden van de stad zitten. Daar gaan we een beetje van de stad Nancy zien en genieten. En daarna is voor dit jaar Rosso's Travel Channel ten einde. Volgende keer wordt volgend jaar, want volgend jaar gaan we natuurlijk weer op vakantie. Dan gaat de roadtrip een hele andere kant op. Maar dat zullen jullie vanzelf wel zien. We gaan eerst in ieder geval volgende week nog genieten van Nancy. En ik ga het water nu in.